wordt er ontspannen van. Opgewekt, vol zelfvertrouwen, ongeremd en hitsig. Je krijgt de volgende dag geen kater en je kunt het gewoon thuis maken. De partydrug GHB. Ja, die extase, weet je wel, dat gevoel. Je krijgt er zo'n fijn gevoel van. Je voelt gewoon eigenlijk niet iets wat niet prettig voelt. Het voelt alleen maar goed. De enige ingrediënten, gedestilleerd water, gootsteenontstopper en het schoonmaakmiddel GBL, waarmee velgen van auto's worden schoongemaakt en graffiti van muren wordt verwijderd. Graffiti-verwijderaar. Dat weet je wel zat, denk ik, hè? Zo'n puur verheer. Maar het is zwaar verslavend en afkicken is geen sinecure. De politie kan GHB-verslaafden niet zomaar opsluiten, want onthoudingsverschijnselen treden al na 2 uur op en zijn levensgevaarlijk. Er komt een arts bij en die zegt, jongens, het is onverantwoord om hem zo in te stuiten, want hij kan zelfs overlijden als hij geen GHB toegediend krijgt. Kijk, het is nog maar een beetje wat moeite heeft. Justitie staat intussen onder druk van het buitenland, waar een van de grondstoffen, GBL, al verboden is. Het buitenland hangt voortdurend aan de lijn. Verenigde Staten, Australië, België, Canada. En waarom hangen ze aan de lijn? Omdat daar GHB-productie plaatsvindt met GBL die in Nederland wordt geproduceerd. En vanuit Nederland wordt geleverd. We zijn in Brabant bij Novadiq Kentron, de grootste verslavingskliniek van Nederland als het gaat om GHB. De gespecialiseerde klinieken constateren de afgelopen 2 jaar een enorme toename van het aantal GHB-verslaafden. Als je kijkt naar de cijfers van de afgelopen jaren, van 2019, nu is het gewoon 3-voud aanmeldingen alleen bij de verslavingszorg. En ik heb niks gezegd over bij de ziekenhuizen. Als je naar het drugsdebat kijkt, dan krijg je toch de indruk dat men meer met de verslavingen van gisteren bezig is. Kat, coffeeshops in Brabant. Maar waar wij mee worstelen is het alcoholgebruik en het GHB-gebruik van de Nederlandse jeugd. De verslavingszorg luidt de noodklok. GHB is de afgelopen 2 jaar bezig met een razendsnelle opmars. De drug dook eind jaren 90 voor het eerst op in de homo- en party-scene in de grote steden. Daarna volgden de parenclubs. Maar de afgelopen tijd is het platteland in hoog tempo veroverd. West-Brabant bijvoorbeeld. Ik maak het zelf, ja. Is dat moeilijk? Dat is wel niet hoor. Nou, we zien een enorme toename als het gaat om het aantal GHB-gebruikers waar wij als politie mee geconfronteerd worden. Niet alleen strafrechtelijk. Dus maar sinds wanneer? Nou, dat is eigenlijk met name 2010 dat we al een flinke stijging zagen vanaf het jaar daarvoor. En dat heeft zich vorig jaar voortgezet. Maar die formule die wil ik uit mijn hoofd hebben. Ik ben al getallen neem ik op aan het gooien en een keer aan het schudden, maar ik krijg het niet uit mijn hoofd. Dus. Want hoe leidt die dan? Hoe lang ben je ermee bezig om zoiets te maken? Voor een liter GHB maken ben ik kwartiertje, 3 kwartiertjes bezig. En dan moet je dus niet alleen denken aan mensen die vanwege misdrijven hier in het cellencomplex terechtkomen, maar ook allerlei lieden die door hun overmatige GHB-gebruik verward zijn, op straat liggen te kronkelen. Of voor overlast zorgen. Maar over hoeveel gevallen heb je het dan ongeveer per jaar? Nou, we hebben het echt over enkele tientallen gevallen per maand, alleen al in onze regio. Ongelukken gehad, bijna ongelukken gehad. 30 kilometer rijden waar je 80 mag. Ja, slinger over de weg. Ja, zoiets allemaal. Ja. Nou, een van de extreemste voorbeelden die we afgelopen maanden hebben gehad was een hele zware GHB-gebruiker die met 200 km per uur met zijn auto over de vluchtstrook raasde van de A58. Nou, en toen we hem aanhielden, troffen we in de auto ook nog eens 3 flessen GHB aan, totaal meer dan 2 liter. En die vertelde gewoon dat hij zo zwaar gebruiker was dat hij om de paar uur dat spul moest innemen, want anders dan kreeg hij hartkloppingen. Trillingen. Het is redelijk goedkoop en ik denk dat beginnend gebruikers niet beseffen hoe zwaar verslavend het is. Omdat je GHB gewoon zelf thuis kan maken en tegenwoordig het leeuwendeel van de gebruikers het ook thuis slikt, is het moeilijk aan te geven hoeveel gebruikers er momenteel zijn. Verslavingsarts Rama Kamal werkt bij Novadiq Kentron. Als we praten, dan praten we praten niet over 100.000 mensen. Maar als je vraagt over ooit gebruik, dan wel. De hoeveelheid ziekenhuisopnames vanwege GHB vormt een indicatie voor de omvang van het probleem. Brandpunt liet het uitzoeken door de Stichting Consument en Veiligheid.
begon GHB als een partydrug enkele honderden, ja, zeg maar, behandelingen in ziekenhuizen in 2005. Inmiddels is het zo populair voor thuisgebruik dat we tot meer dan 1200 behandelingen zitten, ja, in 2011. Ik vind de cijfers alarmerend. Ja, je ziet toch een enorme stijging. Het blijft niet beperkt op straat in het partycircuit. Het is echt thuis dat mensen het gebruiken en ook de woning niet uitkomen. Want ze kunnen dat soort dingen bijvoorbeeld zelf maken. En die recepten staan op internet. Ja, en die producten worden ook online aangeboden. Kijk, als je zo'n 1000 ziekenhuis- en verslavingskliniek opnames per jaar hebt, terwijl het sterk aan het stijgen is, dan weet je dat er over een probleem gaat van 10.000 jongeren. En dan gaat dat de komende jaren toenemen als we er niks aan doen. Ik ben er toen op een gegeven moment, nadat mijn relatie beëindigd is, intensiever gaan gebruiken. Om mij dus inderdaad gewoon even niet onprettig te voelen. Maar wat is intensiever? Nou, op een gegeven moment was het zover dat ik om de 2 uur nodig had. Dus elke 2 uur gebruiken. En hoe lang heeft die periode geduurd? 8 maanden, al met al. Dus je hebt 8 maanden lang om de 2 uur dat spul geslikt? Ja. Ja. Maar hoe doe je dat dan s'nachts? Daar word je wakker voor. Daar hoef je geen wekker voor te zetten hoor. Dat gaat vanzelf. Op een gegeven moment ga je het gewoon overal gebruiken. Want als je het niet gebruikt, dan begin je te trillen, je begint te zweten. Je bent niet meer aanspreekbaar. Het is niet te doen. Dus je neemt het gewoon dan mee overal naartoe waar dat jij bent. Dat hoeveel gebruik je dan per week of per dag? Ik gebruik per dag zo'n 5 milliliter. Dat is 1 buisje. Om de 2 uur. Weer nog een nieuwe. En binnen een uur, half uur, kwartier. Oh ja, maakt niet uit. Ik dronk zelf 1 liter in de week op. Nou, dat is gewoon ziekelijk voor woorden. Iemand anders, als jij dat gaat doen, dan haal jij deze week niet. Dan leg jij het loodje, 100%. Ja. De gevaar van GHB gebruik is gewoon overdosis van GHB zelf. Dus je kunt snel in coma aanraken. Je kunt gewoon ook, ja, overlijden aan het middel. Maar ook als je GHB zelf verslaafd aan GHB en dan wil je meestoppen, kun je ook delirium of psychose ontwikkelen. Dus je gewoon echt in een waar raakt. Waar ook als gevolg daarvan ook patiënten kunnen overlijden. Als je er gevoelig voor bent, kun je al binnen een paar weken verslaafd raken. En GHB-verslaving is een zeer zware verslaving. De onthoudingsverschijnselen zijn volgens artsen ingrijpender dan bij alle andere harddrugs. In de eerste 3 dagen van ontwenning is het wel ernstiger dan ontwennen van heroïne. Je hebt gewoon last van bijna alle lichaamonderdelen. Dus je hebt gewoon last van hartkloppingen, je hebt gewoon last van... Er zijn eigenlijk geen drugs die ernstiger zijn qua afkicken? Nee. Nee. Ik wou mijn vis aanvoeren op de vloer thuis. In de huiskamer, op de vloer. Ik was visvoer aan het gooien. Dat is gewoon ziekelijk voor woorden. Ja. Trillen, beestjes zien, spinnen zien, dingen zien die er niet zijn. Daarna dacht ik van nou, ik heb het gered. En ongeveer een week later schoorde ik in de psychose. En een paar uur later stond mijn zusje aan de deur. En toen zat ik er zo bij, zeg maar, als op mijn rol. En toen hebben ze crisisdienst gebeld en Hulde Reutemeteut gebeld, ziekenwagen, ambulance, alles. Ja, en nu zit ik hier. Allemaal gekke dingen gedaan, gezegd. Ik weet daar niks van. Ik ben in het ziekenhuis terechtgekomen, ben in bewaring gesteld. Een advocaat bij het bed geweest en dat is voor mij eens wat gat. Geen idee. De politie West-Brabant heeft inmiddels alle dienders op GHB-cursus gestuurd. Allemaal hebben ze een geplastificeerd kaartje gekregen waarop het hoe en wat van de drug staat beschreven. Sinds kort is er in Breda zelfs een speciale cel voor GHB-verslaafden. Een wereldprimeur. We hebben nu een extra camera weggehangen. En die camera die staat in verbinding met een post van de verslavingszorginstelling Novedic Kenton hier in Breda. Dus op het moment als hier dus een zware GHB-gebruiker wordt opgenomen, dan kunnen zij ook meekijken. Want het kan dus best riskant zijn om een zwaar verslaafde hier op te nemen. Afkikverschijnselen krijgen, gaan trillen. Hij kan zelfs een hartstilstand krijgen of een delirium in een ernstig geval. Nou, die verantwoordelijkheid kunnen wij als politie niet nemen. Daarom moest de politie criminelen die aan GHB verslaafd zijn vrijlaten.
artsen zorgen er nu voor dat de verslaafde arrestanten meerdere malen per dag in de cel GHB krijgen om die ontwenningsverschijnselen tegen te gaan. De consequentie is dus dat ze dan maar die harddrugs in de cel krijgen. Nou, ze krijgen dus medicinale GHB. Nou, op dit moment is inderdaad het voorstel om GHB naar lijst 1 over te brengen, dus naar de harddrugs. Maar goed, het is voor ons als politie, maar ook voor justitie gewoon onaanvaardbaar om arrestanten, niet omdat er bijvoorbeeld te weinig bewijs is voor een strafbaar feit, maar dat we ze moeten vrijlaten omdat ze zo zwaar verslaafd zijn. GHB staat nu nog op lijst 2 van de opiumwet en geldt daardoor als een softdrug. Maar er ligt een wetsvoorstel klaar om het over te hevelen naar lijst 1, zodat het een harddrug wordt. Officier van Justitie van Spierenburg is hoofd synthetische drugs bij het landelijk pakket van justitie. Hij stuurt de landelijke opsporing aan. Op welke schaal wordt die in Nederland geproduceerd? Dat weten we eigenlijk niet, omdat we niet veel zicht hebben op de productie van GHB. GHB is een lijst 2 drug, zoals u wellicht weet, 2 opiumwet. Dat wil zeggen dat daar het niet gezien is als een gevaarlijke drug. Net zoals hennep, cannabis is ook een lijst 2 stof. En dat betekent dat er ook niet geweldig veel opsporingscapaciteit op zit. Het grootste probleem in feite is de GBL. Dat is de grondstof. Hè. Die velgenreiniger en dat spul waar je die graffiti mee van de muur haalt. Dat spul. En dat wordt in Nederland vrij verhandeld. En met name het buitenland heeft daar grote problemen mee. Want het wordt hier in Nederland gewoon besteld. En het kan dus hier vanuit Nederland gewoon geleverd worden. GBL is in een groot aantal landen verboden stof. Ja, alleen bij ons nog niet. Dus uw boodschap hier vanuit het landelijk pakket aan Den Haag is: jongens, schiet een beetje op met die wet, want zonder die wet kan ik niks. Als landelijk officier synthetische drugs en precursoren heb ik wel graag wetgeving die mij in staat stelt om dit probleem aan te pakken. Ja, ze moeten gewoon soda, de gootsteen stoppen, die moeten gewoon eruit doen. Vloeibare gootsteen stoppen en dan is het heel probleem over. Helemaal. Of de GBL eruit. En als je nou niet gestopt was, hoe was het dan verder gegaan, denk je? Ik denk niet dat ik hier dan nog gezeten had. Dan had ik het niet overleefd. Dan was ik doodgegaan. Maar een overdosis, of had je dan zelf een einde aan gemaakt? In dat opzicht hou ik alle opties open. Je bent jezelf zodanig kwijt dat alles kan. Een overdosis, zelf eruit stappen. We vroegen de geïnterviewde ook hoe je kan zien of iemand GHB gebruikt heeft. Voor hun antwoorden gaat u naar onze website kro.nl/brandpunt.